Hallo iedereen, ik hoop dat het goed met je gaat. Lens hier terug met een nieuwe boodschap. En vandaag wil ik het hebben met jullie over de donkere nachtziel. Ik heb er al eens video's over gemaakt, voelde met het, de omwentelingen in het collectief, de nieuwe maatregelen, dat het dus goed was om hier nog eens een video over te maken. Want eigenlijk de kern van de boodschap is ook de titel: je grootste pijn wordt uiteindelijk je grootste zegen. En ik weet het, eens dat je eigenlijk in die pijn zit, in de schaduw van je leven, als je door die donkere nacht van zat, dan heb je eigenlijk daar geen boodschap. Je wil gewoon dat het eindigt en dat alles weer terug wordt zoals vroeger. Omdat je wereld lijkt in te storten. En alles waar je uiteindelijk, waar dat je dacht een stabiele basis te hebben, eigenlijk de grond van onder je voeten vandaan en merk je dat op een slappe koord aan het wankelen bent, dat wat er onder jou is. Niet weet waar dat je gaat terechtkomen of dat je wel al niet gaat vallen, ga je in de verte die deur halen, want in de verte zie je een deur en daar komt wat licht vandaan. Ik weet niet of je die afstand wel durft te overbruggen. Wat als je valt? Wat als je de moed niet hebt? Wat als je de verkeerde kant op gaat? Wel, ik weet heel goed samen met je zielen ondertussen hoe dat voelt. En door de donkere nacht is eigenlijk super scary, is eng, is echt. Het haalt het diepste in je naar boven. Net omdat je geen houvast meer hebt. Net omdat je denkt dat je misschien aan het worden bent, of omdat je misschien denkt dat je leven over is en dat eigenlijk de wereld aan het vergaan is. Of wat dat het ook is dat er gebeurt in jouw leven op dit moment. Nu weet dat dit alles gebeurt omdat jij zou gaan nadenken waar dat jouw waarheid nu echt ligt. Wie ben jij nu werkelijk, voorbij alle overtuigingen en voorbij alle verwachtingen van anderen? Laat mij iets vertellen over mezelf. Ik ga eens mijn microfoon even opsteken, want ik zie dat ik hem niet had aangedaan. Dus ik hoop dat het geluid goed gaat aan het toe. Maar dus, ik ging door de donkere nacht van de ziel in 2013, nog eens in 2015 en ook vorig jaar kwam ik het eigenlijk ook weer tegen. Maar telkens op een ander level van spirituele groei. Het voordeel is, hoe meer en hoe beter dat jij jezelf leert kennen, hard bent en dat je weet dat je mag vertrouwen dat alles gebeurt hoogste goed, dan kan je eigenlijk zelfs met een blinde koor, met een blinddoek aan op die slag. Voorvoedelijk en niet te snel. Je blijft luisteren naar de aanwijzingen van je ziel. Wat zetten? Welke richting? Naar links, naar rechts, misschien eventjes achteruit. Op die manier ga je die deur van dat licht uiteindelijk bereiken. En dan ben je aangekomen in een nieuw level van bewustwording. Eigenlijk een nieuwe wereld voor je open. Van het gebruikt om eigenlijk ook te omschrijven waarbij het heel hard door elkaar wordt. En dat is ook hetgeen wat we collectief het laatste jaar, jaar en een half, hebben bereikt gewoon door een ziekte te ervaren. Door de andere door het verlies van een dierbaar iemand, of door het verlies van een job, of een ongeval. En net nu ook, dat zijn allemaal zaken die door die pandemie eigenlijk aangewakkerd zijn. Dus uiterlijke omstandigheden waardoor je eigenlijk in die donkere nacht van de ziel terechtkomt. En dat maakt dat voor iedereen ook anders is, dat voor iedereen anders begint. Wanneer je in die periode zit, ga je gaan twijfelen aan alles wat dat dan leek als je waarheid. En misschien dat je zelfs je gaat gaan afvragen wat dat nut nog is van hier rond te lopen. Omdat je geen licht meer ziet, omdat je geen weg vooruit meer ziet. Maar plots wordt er een deel van de kamer belicht die je tot dan eigenlijk niet kon zien. En dat is eigenlijk het punt waarbij je bewustzijn verweemt. Waardoor je een ander aspect van het leven en dus ook van jouw waarheid kan gaan ervaren. Nu, het ego houdt niet zo van veranderingen, waardoor we eigenlijk onszelf constant blokkeren. En dat is eigenlijk het punt waarin je moet gaan vragen en waar je eigenlijk moet voor jezelf gaan beslissen wie ben ik. Ben ik een slachtoffer? Word ik geleid, geleefd en loop ik gewoon mee als een rat in die ratrace? Of ben ik eigenlijk een meestercreator en kan ik zelf gaan beslissen hoe dat mijn leven gaat vormgeven? Wanneer je enorme angsten voelt, wanneer je in de steek laten voelt, dan ga je eigenlijk meestal het liefste in die slachtoffer roten. En ga je zelf de vragen stellen van waarom ik, wat heb ik verkeerd gedaan, welke karma ben ik aan het aflossen, of wat dan ook. Maar uiteindelijk heb je niks verkeerd gedaan. Het is belangrijk dat je ontdekt wie dat je werkelijk bent. En dat is de reden waarom dat je door al die obstakels en die problemen gaat. En dat je die ook ervaart. Weet dat je je bewustzijn verruimt en je talenten en gaven gaat ontdekken en gaan gebruiken. In eerste instantie te niezen voor je eigen geluk, voor je eigen vrijheid, voor je eigen dromen waar te maken. Dus in de donkere nacht van de ziel is het mogelijk om inzicht in die onbewuste patronen, dat je eigenlijk je hele leven al gedaan hebt, maar je wist het niet. Je wist niet dat het patroon was en je wist niet dat het eigenlijk anders ging doen.
Maar ook overtuigingen die je hebt, hoe dat dingen moeten zijn. En heb ik al heel veel video's daarover rond opgenomen. Net omdat het prachtig is, maar tegelijkertijd ook zo uitdagend is. En dan zijn er natuurlijk ook nog emoties en trauma's van waaruit we al geleefd. En die dus ook naar boven komen en mogen geheeld worden. Maar eigenlijk, de grootste sleutel en de grootste zit in jouw gedachten, ligt in je mind. En dus die donkere nacht van de ziel helpt jou uiteindelijk om uit symmetrisch te stappen. Zodanig dat je kan leven alleen met je zielsessentie en je passie en missie hier op aarde kan neerzetten en elke dag kan leven. Maar uit de matrix stappen, dat is eigenlijk dat je gewoon uit het systeem stapt. Uit het systeem voorbij overtuigingen, oordelen, vaste systemen dat je kent, slavernij vooral van je mind, waarbij je eigenlijk je constant verkoopt voor materiële welvaart. En wanneer je daar uitstapt, dan word je eigenlijk weer vrij. Je gaat niet meer gaan lopen van God naar haar als een kip zonder kop, want het is tijd dat daar een einde aan komt. Dat maakt je uitput. Dat is dat die jou ziek maakt. De angst die mensen hebben is veel heftiger voor jouw welzijn dan het uiteindelijke virus. En wanneer je dat gaat gaan beseffen en eigenlijk weer jouw kracht gaat gaan terugnemen en in jouw kracht gaat gaan stappen en gaat gaan kiezen welke realiteit hij wil ervaren, dat is waar jouw weg ligt. Is waar dat je op zicht. Daar is waar dat je blij zal worden. Dat je eigenlijk mag en moet doen, keuze maken. Dat stappen en dat je eigen weg vanaf nu gaat bepalen. Je gaat gaan creëren een maatschappij, want nog steeds is 99% van de dingen die gebeuren in onze maatschappij gebeurt trauma. Kijk maar eens naar het nieuws. Kijk naar hoe dat de politiekers beslissingen nemen. Angst. Van dat wij krachtige zielen, krachtige energieën zijn, die heel gemakkelijk met dat virus kunnen omgaan. En inderdaad, er zijn mensen die overlijden naar aanleiding van dat virus. Als je er al ooit bij stilgestaan dat het misschien is omdat die inderdaad op dat moment hier hun lessen geleerd hadden en dat als een uitweg voor gekozen hebben als ziel om hier eventjes te stoppen met dit leven. Om op een andere plaats lessen verder te gaan leven. Dus ook daar probeer echt alles die in jouw leven gebeurt, en ik weet zeker als je nog helemaal in het begin van bent, dat zijn heel veel dingen die ik zeg en vertel, nog een brug te ver. Maar begin met je eigen leven. Begin met het leven op jouw voorwaarden. De dingen die je van binnen voelt, die dromen, die verlangens, die zijn er niet. Die zijn er bewust gecreëerd door het universum, door jouw ziel, zodanig dat dit zou kunnen gebruikt worden als brandstof, als fuel, zodanig dat jij stappen zou kunnen gaan zetten. Dat je zelf gaat gaan healen. En dat je in die grootheid gaat stappen dat jij bent. Nu laat mezelf jou de vraag stellen. Ben je er klaar voor om echt in jouw kracht te gaan stappen? Om echt verantwoordelijkheid te nemen voor jouw leven? En om niet langer dat kleine slachtoffer te spelen? Zolang dat je nog voordeel haalt uit het zijn van een slachtoffer. Zolang dat je dan nog je beter doorvoelt door anderen de schuld te geven van wat je dan ook maar doorgemaakt of ervaren hebt, dan ben je nog niet klaar. Maar met gewoon het leven en het gevoel te hebben dat er zoveel dingen buiten jou wel om beslist worden, dat is het punt waarop dat jij je zal overgeven aan jouw ziel, aan jouw hart en dat je stappen in je innerlijke. En dan ben ik hier. Dan wil ik heel graag met je steunen. Zeker als ze dan op een punt komt dat je zegt, ik weet het even niet meer. En wel, het is net in het aanvaarden van hulp dat je tot hoek bent. Nu, als je aangetrokken bent tot blogs, vlogs of een herkenning voelt, wat dan ook, dan is dat eigenlijk ook zelfs gewoon het feit dat je nu naar deze video kijkt. Maar dat is eigenlijk het teken van het universum dat dit ogenblik iets voor jou kan betekenen. Is het het boek dat ik geschreven heb? Of gewoon mijn fysieke boek? Als je helemaal nieuw bent, dan zou ik zeggen, begin daar. Het €20... En het gaat jou al heel licht in een handvat te geven om iets te maken. Om uit die donkere, negatieve, lachterende energie te komen. Maar je verdient dat. Je verdient een leven net zoals dat ik het voor elke dag kan leven. In vrijheid, in harmonie, en elke dag die onvrede voelen. De diepe contacten en verbinding dat ik heb met mijn klanten. Die eigenlijk één voor stuk voor allemaal zo tot dezelfde zielenfamilie horen. Dus dat is hetgeen wat ik ook voor jou wens. Ik wens ook dat jij vanuit je passie je vorm mag geven en op die manier je boterham mag gaan verdienen. Zo zeggen, wil je meer hulp, wil je meer helderheid of wat dan ook, of je weet niet goed welke product of welke service eigenlijk het is voor jou op dit moment,
Dan kan je ook via de website, via de contactpagina van de website, mij een mail sturen met jouw vraag in. En dan reserveren we een afstemsessie van ongeveer 30 minuten. Waarin dan we gaan kijken van, excuseer, waar is dat op dit moment in je leven? En op welke manier dat ik jou nu al kan van ondersteuning zijn. Want niet iedereen is om te horen wat ik te horen heb. En dan, ook dat is oké. Okay. Dan zou ik zeggen, neem gewoon de informatie die, waar dat je wel mee resoneert. En dan kan het zijn dat het steeds terugkomt. Dat is even goed. Maar voel je nu echt al een diep in je lichaam, over je lichaam? Voel je een diepe yes? Ga er gewoon voor en kijk niet meer om. Dat is hoe dat ik het ook deed. Zo, dat was voor deze video. Loop je tegen dingen aan en weet je niet goed. Altijd hetzelfde. Zet het in de comments, zodat je daar je veilig genoeg voor voelt. Of stuur mij een bericht via de contactpagina van de website. Zo, dat was tot nu, nu toe. Tot nu toe. Dan zie ik en spreek volgende dag.